Zorgnet Vlaanderen sluit zijn raad van bestuur graag af met een interessante spreker die zijn licht laat schijnen over actuele problemen. Dit keer maakte niemand minder dan Jan Smet, directeur van de Nationale Bank van België, zijn opwachting. Hij had het over vergrijzing, begroting en arbeidsmarkt. We vroegen hem of de vergrijzing een andere impact heeft naar gelang de sector. Ja, er zijn duidelijk verschillen, omdat natuurlijk in alle sectoren de vergrijzing niet dezelfde impact heeft. Hè. Maar het is toch wel een zeer algemeen probleem, hoor, dat onze hele economie en onze hele samenleving gaat beïnvloeden. In die zin dat in de komende decennia er veel meer mensen komen op wat oudere leeftijd. Maar daarmee samenhangend is ook een stuk minder mensen op actieve leeftijd. En als we dus niet in slagen om die mensen op actieve leeftijd meer te mobiliseren om te werken, wat langer werken, misschien ook wat meer uren werken, dan komen we in de problemen overal. Dan ontstaat er eigenlijk een soort van schaarste aan arbeid die onze economische groei kan aantasten. En dat is eigenlijk ook het draagvlak voor een sector als de social profit, die natuurlijk een stuk van de economische groei moet gefinancierd worden. En met welke bijzondere uitdagingen krijgt de social profit zo nogal te kampen? In de social profit vertrekken we natuurlijk van de situatie die al heel krap is. Hè. De werkzaamheidsgraad, dus het aantal mensen met een diploma dat ze kwalificeert voor de zorgsector, het aantal mensen daarin dat werkt, ligt eigenlijk al vrij hoog. De vraag naar werk is daar belangrijk. Het aanbod, dat volgt een beetje mondjesmaat. En je ziet dus dat heel veel zorgberoepen nu al knelpuntberoepen zijn. Dat is iets wat in de toekomst eigenlijk al heel ernstiger kan worden. En de zorgsector kan dan in een soort van spreidstand terechtkomen aan de ene kant. Meer en meer op een arbeidsmarkt waar ook alle andere bedrijven, privé-economie, het heel veel moeilijker hebben om arbeid aan te trekken. Hè, en die zullen dus eigenlijk nog meer concurrentie aandoen aan die zorgsector, hè, bij het aantrekken van arbeid. En aan de andere kant een stuk handicap, omdat natuurlijk de zorgsector toch grotendeels, voor een groot stuk gesubsidieerd wordt vanuit algemene, vanuit overheidsmiddelen. Waarbij die vergrijzing er ook voor zorgt dat dat budgetaire draagvlak ook wat aangetast wordt. En wat kunnen we hier aan doen? Wel, ik zou zeggen twee dingen. Ik zou zeggen in de eerste plaats dat de zorgsector alle steun moet geven aan de aanbeveling om in de hele economie zoveel mogelijk arbeid te mobiliseren. Want als we daarin slagen met ons allen, en de social profit kan daar natuurlijk mee pushen, dan wordt die spanning op de arbeidsmarkt wat geringer. Dan gaat de zorgsector ook, laten we zeggen, wat minder last hebben van die concurrentie enzovoort. Dan houden we ook een voldoende grote economische groei, waaruit de middelen moeten komen om die zorgsector te financieren en die vergrijzing te financieren. Dus grote steun naar dat algemene beleid toe. Aan de andere kant denk ik dat de zorgsector zelf er ook alle belang bij heeft om, ik zou zeggen, binnen de eigen instellingen, de eigen bedrijven, zoveel mogelijk talent te blijven mobiliseren. De boodschap van Jan Smets was bij de toehoorders alvast heel goed aangekomen. Nu is het enkel zaak deze boodschap ook verder te verspreiden, klinkt het bij Zorgnet Vlaanderen. Meneer Smets heeft ons een boeiend beeld gegeven van de problemen rond vergrijzing en vooral rond arbeid en tewerkstelling. En ik denk dat we zijn aanbevelingen zeer te harte moeten nemen, zowel intern bij onze leden en wat wij aanbieden aan de overheid, als bij de invloed die wij zullen aanwenden bij de overheid om het probleem samen met ons op te lossen. Dus ik zou zeggen, wijd verspreiden. De hoogdringendheid van de boodschap van Jan Smets bleef ook bij de leden nazinderen. Ja, ik denk dat het een zeer boeiende presentatie was, die dat ons weer eens met de neus op de feiten duwt. Enerzijds die vergrijzing, maar dat is een verhaal dat we al heel lang kennen. Nu, ik denk veel belangrijker voor onze sector nog is het arbeidsmarktverhaal, waar we vandaag al een stuk mee geconfronteerd worden, maar wat hij weer eens zeer scherp heeft gesteld, dat eigenlijk de uitdaging voor de toekomst is voor onze sector om voldoende mensen te blijven vinden, omdat daar de betaalbaarheid toch ook voor een groot stuk gaat van afhangen.
De presentatie zorgde ook voor de nodige inspiratie. Ik denk dat er een aantal dingen zullen moeten gebeuren. Ten eerste kunnen we er niet naast dat we langer zullen moeten werken. De mensen in de zorgsector zullen zich daarop moeten voorbereiden. Daar zal men ook natuurlijk in de arbeidssystemen rekening mee moeten houden. Ten tweede gaan wij ook diegenen die nog wel op de arbeidsmarkt zijn, moeten mobiliseren. Ik denk aan de mensen met lage opleidingen. Die zullen we op een of andere manier toch in onze sector moeten kunnen een job aanbieden. Ik denk hier aan de allochtonen die nog wel beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Wij moeten die ook een plaats geven. En ik hoop ook een beetje dat de technologie wat zal kunnen helpen. Dat we misschien bepaalde door technologische innovaties de efficiëntie van die arbeidskrachten zullen kunnen opdrijven. Zodanig dat we op die manier misschien toch ook wel een klein beetje van het probleem kunnen oplossen.